Met de trein kwamen koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan in de Belgische hoofdstad Brussel. Vervolgens vertrokken ze naar het Koninklijk Paleis. Daar werden ze met veel pracht en praal ontvangen door het Belgische koningspaar. Koning Filip en koningin Mathilde. Het is het eerste officiële bezoek van onze koning aan België. Een staatsbezoek heet dat. Nederland en België liggen naast elkaar en toch heeft het best lang geduurd voor de koning hier op staatsbezoek ging. Nou, dit vinden ze een logisch moment, omdat allebei de koningen 10 jaar op de troon zitten. De mannen zijn dus beide 10 jaar koning. Willem-Alexander is 56 jaar, Filip een paar jaar ouder, 63 jaar. Allebei hebben ze kinderen die ongeveer even oud zijn. De oudste dochter van Filip, Elisabeth, is goede vrienden met Amalia. In zijn vrije tijd gaat Filip graag kitesurfen en Willem-Alexander maakt graag een ritje op een paard. De koningen zijn niet alleen collega's, maar ook vrienden. Ze spreken en bellen regelmatig met elkaar. En ze komen elkaar ook vaak tegen bij koninklijke feestjes. 7 jaar geleden brachten Filip en Mathilde een staatsbezoek aan Nederland. Nederland boft met een buur als België. En nu is het dus tijd voor een tegenbezoekje. Er zijn ook ministers en directeuren van grote Nederlandse bedrijven mee op staatsbezoek. Ze gaan langs bij Belgische bedrijven. Ook praten ze over de economie en hoe ze elkaar kunnen helpen bij het tegengaan van klimaatverandering.